Welkom bij de vlog van Enzo. We gaan met z'n allen zo van let's go. Het wordt vandaag weer een gekke show. 4 uur online, dus tempo. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben samen met Daniel en wij zijn met z'n tweetjes vanochtend gereden naar het prachtige Roermond. En we staan hier nu bij Roermond Outlet Store. En hier gaan we even kijken voor een outfitje voor Daniel. Want Daniel die had al een paar keer aan mij gevraagd van, joh, lijkt me leuk om weer een keer samen te shoppen. En heel erg compliment, heel erg mooi compliment wat je me gaf. Want jij zei van, je hebt een goede stijl en die adviezen van jou heb ik nodig. Ja. Dus, ik ga jou advies geven vandaag. Dus ik heb geen idee of het uiteindelijk goed gaat komen. Maar we gaan wat mooie swag voor jou kopen. Nice. Ik heb mij in ieder geval goed voorbereid, want ik ging vanochtend weg omdat het koud was met een lange broek. En ik had wel een korte broek meegenomen. Ja, ja. Hoppa. Zal dat een van een makelaar zijn? Home Hunt? Huh. Kijk hoe gek dit eruit ziet. Ja. België, Home Hunt. Sowieso van een makelaar. Dat is wel apart. Maar ik neem liever de Porsche. Poef. Kik 911. Die ziet er echt gruwelijk uit. Ja, ook een vet kenteken hoor. 911 en dan heb je ook een 911. Dat is wel echt heel vet trouwens. Wat vind je mooi? Die luchtaanzuiging. Dat rooster hierachter. Ja, ja, ik mis alleen wel de spoiler. Ja. Maar ja, die klapte open, maar het is, ik vind een grote spoiler mooi. Ja, 911 Carrera GTS. Laten we eens even shoppen. Oh, kijk dit hè, blijft ook gek. Dat zie ik soms ook wel eens bij vrachtwagens. Oh, dus met camera. Ja, dus dan heb je gewoon een camera in je dashboard. En daar kan je dus zien op gewoon, zeg maar, beeld. Ja, hij neemt op, hij neemt ook op, de hele tijd door. Nee, weet ik niet. Maar het ziet er gek uit. Dit is gewoon een spiegel. En dan kan je gewoon op beeld zien, bij je dashboard, zeg maar in het midden, wat je ziet in je spiegel. Dat is echt heel apart. Of hier binnen kan dat ook zitten. Soms zit het ook binnen bij de deur, dat je daar een beeldschermpje hebt. En dat als je naar dat schermpje kijkt, dat je het dan ziet. Ja, waar het allemaal heen gaat in deze wereld. Oef. Straks rijden we volledig op AI. Ja, straks gaan we gewoon zitten en dan drukken we gewoon bestemming. En dan leun je achterover of doe je een dutje en dan ben je er. Of gaat je auto de lucht in, kan ook. Deze is ook dik hoor. En ik zei al tegen Daniel, hoe kan het op zo'n doordeweekse dag toch zo druk zijn? Maar je ziet bijna alleen maar Duitsers. Ja. Het is echt één grote Duitse party hier bij de Roermond Outlet Store. Maar deze is ook heel erg dik hoor. Dikke G-Wagon. Lekker 1-op-2 rijden of zo. Jeetje. Ja, wel gaaf. Helemaal in het zwart zo. Wat vroeg je? Wie Marco kent. Marco wie? Marco Polo. Oh ja, toevallig ken ik die wel man. Ja. Hé, hey, welke kleur wil je hebben? Ja. Ja, jij hebt nog een outfit nodig voor het feest, toch? Zeker. Nou, ik zie een rode blouse. Oei joh. Red blouse. Ja, we zijn wel mooie dingen voor Daniel aan het uitzoeken hoor. Kijk dan. Een hele nieuwe... Hele nieuwe stijl. We hebben hier een kort broekje. Je hebt mijn lievelingsgetal nummer 4. Je hebt ook een beetje knolpower. Ja. Nou, succes. Als eerste, doe even het korte broekje. Ja. En doe even alle lange mouwen polo's. Op die korte broek, ja? Oké, okay, tot zo. Zo. Wauw, gast. Ja, dit is hem. Check dit dan, gast. Is de ideale schoonzoon fit. Heel clean. Dit kan je hebben, hoor. Ja, dat kan je heel goed hebben. Perfecte maat ook. Wow, gast. Deze is echt... Ja, wauw. Ja, ik denk wel dat ik die andere mooier vind. Die roze? Ja. Maar deze is ook leuk. Deze is ook heel erg leuk, alleen deze is... Ik word er helemaal niet goed van. Ik ben al klaar. Ja, daar help ik je wel mee. Probeer dit eens met één hand. Ja, dat lukt niet, denk ik. Probeer eens. Zo, dat is echt een challenge, gast. Nee, ik word ook helemaal gek van. Ik word helemaal klaar. Oké, ga eens hakken. Wat? Ga eens hakken. Oké, doe nu maar de grijze, ja? Ik... Moet spijkerboek. Ja, er moet spijkerboek onder. Ik zou, als ik jou was... Ja? Voor die andere twee gaan. Ja. Ja. Oké, okay, nu die lange mouw. Ja. Yes? Zo, deze is clean, gast. Wauw, dit is hem, man. Maat. Het zit ook lekker. Wat een knappe vriend heb ik. Oh, dankjewel. Ja. Nee, dan moet je zo doen met je handen. Ja, en dan die andere ook. Ja, allebei. Ja, ik dacht, jij deed het andere handje. Oh, oké. Ja, ja. Oh, ja, goeie.
Nee, deze is nice. Ja, ja. Heel erg nice. Deze is tot nu toe het best. Ja? Ja. En aangezien je straks niet in één keer 4 van deze moet hebben, want dit draag jij nooit. En ik weet uit ervaring, dat als je iets nooit draagt, dan moet je daarna niet in één keer 4-5 stuks kopen. Dus als ik jou mag adviseren, zou ik deze kopen. Deze staat echt heel goed. Deze is mooi getailleerd en zo. En ik zou die roze doen inderdaad. Ja, die twee zou ik doen. Juist. Die had ik opgehoopt. Goeie. Hele goeie. Ook zo met dat witte broekje. Dat is nice hoor. Maar we gaan nog wel een ander broekje voor je fixen. Ja. Want Daniel heeft nu elke keer het witte broekje aan. Dat is omdat dit het enige broekje was wat we konden vinden waarvan ik dacht die is nice bij Daniel. Maar we gaan dus ook een lekkere stof. Ja. Ja, we gaan... Ja, lekker zomers. Ja. We gaan nog wel andere broekjes vinden, maar deze bovenkant is ook top. Die kan je heel goed hebben. Ja. Ja, ik denk ook met spijkerbroekje of zo. Zeker, heel netjes. Clean hoor. Oké, okay, nice. Boom, gast! Yeah! Hey, ken je nog Rocket Power? Rocket Power, ja, daar moest ik ook aan denken. Ja. Nee, loop maar snel weer in het kamertje in. Ja, nee. Hey, spaar jij toevallig alles van Delft Blauw? Ja. Hiermee kun je in het Zaans Museum staan. Kunnen we die borden verkopen? Ja. Nee, de inspiratie hiervan was mijn achtertuin. Oké, loop maar snel naar binnen, ja. Oké. Okay. Ja, ik heb een hele goede set voor jou nu, ja. Doe het deurtje maar dicht, ik geef het jou, ja. Ja, oké, okay, de deur gaat deze keer niet open, dames en heren, omdat ik heel eventjes wil zeggen dat dit wat er nu uitkomt, is echt mijn favoriete set van waarschijnlijk al de hele dag. Bereid je voor, ga er even goed voor zitten. Maar ik ben echt heel erg trots dat ik vandaag de personal shopper slash styliste ben van Daniel Weijers. Stylist, ja, styliste. Stylist. Ja, dat. Oké, okay, zijn jullie er klaar voor? Want dan ga ik weer even de transitie doen. Daar komt hij hoor. Nee, maar dit moet open. Dit moet los. Wil je eens daar gaan staan bij die muur? Oh. Ja bro, kijk hoor. Oh. Je valt zo erg op, gast. Oh, ik ga heel even vragen of die pet toch nog heel even mag hebben, ja? Komt goed, ik ga even vragen of de pet mag hebben. Oké, dan komt mijn beste Engels. Is it okay for him to try the hat on? Because yes. He is fully orange now. It's okay. Oh, lovely. Thank you so much. No problem. Dit maakt hem af hoor, ik zweer het je. Boom, bro. Wacht, ik moet even een foto maken. We hebben in ieder geval ook serieuze items. Ja. Laten we deze niet meenemen. Nee. Maar die andere zijn wel echt geslaagd. Ja, geloof ik. Schapenvachtje. Hey, maar ja, lekker wel hoor. Nee. Voor in de winter. Ja. Oké, okay, nou, oh, je hebt een goede booty in die broek, ouwe. Oké, okay, ik zie je zo weer, ja? Ja, dankjewel, man. Okay. Deze gaat niet worden trouwens. Toch maar niet. Oei, oei, oei. Doei. Het is tijd om even lekker te gaan eten. En wat hebben we besteld? Een halve kip. Ook al lijkt het een hele kip met patatjes. Oh, dit is wel echt even lekker bulken hoor. En dan hebben we even lekker orange juice. Yes. Lekker ketchupje erbij. En je hebt nog 2 korte broekjes gekocht. We zijn echt geslaagd. Ja, we zijn echt... Ik vond het leuk man, ik vond het gezellig. Ik vond het ook leuk. Even snel outfitjes scoren. Ja. En de rest van de dag gaan we lekker lol maken. Ja, heel veel zin in. Ja, stop. Want shoppen, dat is wel wat we gaan doen. Vind je niet zo heel leuk toch? Nou, op deze manier wel. Ja? Oh, ja. Mooi zo. Als je ooit nog wat nodig hebt, laat me weten. Als je mij vertelt wat je wil, dan zoek ik. Goeie coach. Stylisten. En de volgende keer tijdens shoppen moet je misschien alleen aangeven welke kleuren je niet wil. Zoals oranje.
Maar voor de rest, hè? Ja, maar ik dacht, het is leuk, joh. Laat Koningsdag outfitje. Ja, precies. We gaan straks nog iets heel erg leuks doen. Heb je misschien al gezien aan de thumbnail of titel. Dus hou vast, maar straks wordt het spectaculair. En het weer is ook echt perfect voor vandaag. Mwah. Dus dat wordt echt nice. Durf ik daar wel af? Jezus, gast. Durf ik daar wel af? Jawel. Ja, jawel. Wow, dit is heel ziek. Ja, gast, weet je hoe hoog het is? 4 zeecontainers. Dat is niet normaal, hè? Jezus. Ja, ik ben hier nog nooit geweest, maar ik weet wel dat het heel ziek is. Echt heel ziek. We hebben toch wel eens op het... Jawel, wij zijn hier wel geweest. Wij ja, maar toen waren die glijbanen nog niet. Wij zijn hier ooit geweest. Dat is ook mooi dat dat met jou is. Het is leuk dat we hier weer samen zijn. We zijn hier een paar jaar geleden zijn we samen hier geweest. En zijn we op van die luchtkussens gegaan op het water. Ja, en daar hebben we toen geprobeerd om een dubbel backflip van af te doen. Heb ik ook geprobeerd. Dat ging heel goed. Ik heb hier een single backflip. Dat was het mooie aan het hele verhaal. Is dat ik kon heel goed een backflip. Alleen Daniel had nog nooit eigenlijk een backflip gedaan. En zelfs Daniel ging voor de dubbel backflip. Gewoon kunnen. Dat is zeg maar alsof je gewoon geen rijles neemt, maar gewoon in één keer gaat rijden. Dat is een beetje. Door Thailand, door Bangkok. Oh gast, ik heb zo gelachen toen ook. Daar waar hij op staat, daar gaan we een dubbele backflip vanaf. Backflip, nu! Daar sta je nu al verkeerd. Oké. Woehoe! Dit is de eerste keer dat Daniel een backflip doet. Kijk hem, happy zijn. That's the motivation you need. En nu gaat Daniel proberen een dubbel backflip. Hij heeft vandaag voor het eerst een backflip gedaan. En hij gaat meteen voor de dubbele backflip. 3, 2, 1. Hij was echt perfect, man. Come on, you got it. Ja! Yeah! Ja! Yeah! Yeah! Enzo. Yes! Vandaag wordt weer spannend. Ja. Dus ik ben benieuwd, we hebben met een paar mensen afgesproken. Laten we die eens even gedag zeggen. Je hebt nul zweetanden, of niet? Wat een knettermooie auto, mijn jong. Ah, dank u wel, mijn jong. Je hebt mijn kleur overgenomen, zie ik. Hoe is het ermee? Goed, man, met jou. Hoezo, waar dan? Is ja, rood jouw kleur? Ja, de auto staat daar. Waar is die? Hier, als je daar langs rijdt, dan daar, zeg maar, daar staat helemaal niks. Dus en die daar... is rood? Ja. Oké, okay, ik ben je benieuwd. Ik dacht dat mijn auto rood was. Nee. Nee, dat wist ik oprecht fucking niet. Fucking dikke combi. Oké, okay, cool. Ik zet sowieso. Hem maar naast, ja? Daniel. Yo, en dan zeg ik even iedereen gedag, oké? Okay? Ja, sowieso. Wee, yo! Ed Sheeran! Ed Sheeran! Yo, Tommy! Ed Sheeran is er weer. Gezellig. Ja, ja, sick, man. Misschien kan ik wel eens een liedje zingen van ons. Ja. I need you and you need me. Oh ja, lele! Ik voel me plotseling zo. Oh ja, lele! Doe het nog een keer zo. Oh ja, lele! Zing met ons mee. Oh ja, oh ja! Het leven is een feest. Na 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 na. Oh yeah! Oh ja, lele. Ik geef je een stiekeme zoen. Oh yeah. Oh ja. Lele. Wow. En niemand die weet wat we doen. Oké, okay, let's go. We gaan even de auto checken van Jesse. Ja, het is wel dezelfde kleur. Nou. Ja, ja, nou. Hij heeft allemaal vlakken erop. Moet je kijken. Allemaal vlakken. Hey, we hebben helemaal geen fly gehad, maat. Ja. Heb je fly mee? Laten we even kijken. Heb je fly mee? Heb je fly mee? Hé, waar is die fly, bro? Heb die fly genomen? Er is ooit een dag geweest dat ik de fly niet vergeten ben. Dat is waar. We kregen al de fly van jouw moeder. Alles goed, maat? Ja, bro, maar zo. Nice. Even ruiken. Nog steeds die baby shampoo, hè? Kokosnoot. Toch? Kokosnoot? Ja. Wacht, doe eens je mond open. Kokosnoot. Nee, wacht, wacht. Ja, dat is kokosnoot. Kijk dan. Wat is kost? Hey Sam! Wow, yo, wat doe je in Limburg? Ben jij ook hier? Wat doe je in Limburg? Ja, dat ben ik ook niet, jong. Beetje film. Oeh, kan je er wel verstaan, Sam? Ja. Kan je er wel verstaan, Jan? Hoe heet jij? Sam. Wat?
Met S-C-H-M. Hij verstaat ze niet, denk ik. Ik ben Sam. 8.3 streep, ik kan lul nek van maken. Ah, fuck bro. Yes, ah. Hey. Ja, man, waar kom je aan? Hier vandaan. Uit Roermond. Echt? Ja, man. Dat hoor ik niet. En jij? Ja, Hengel. Hengel? Ja. Hengel? Dit is zo'n apart gesprek. Daar moet je even vissen. Weet je hoe, Roermond is voor mensen die doof zijn? Wat is hij daar? Doe nog eens één keer uitleggen, hij snapt hem niet. Hij draait zo over de wokkel in zijn mond, joh. Roermond, voor mensen die doof zijn. Roermond, ja, die snap ik. Die snap ik. Hebben die ooit gehoord? Nee, man. Ja, misschien. Hé, hey, originaliteitsprijs naar Daniel, tuurlijk. Maar goed, mooie kleur rood hoor, Jesse. Nice, bro. Ja. Is dat candy red voor jou? Nice. Nee, voor mij is chroom rood gewoon. Oh. Wat voor naam heeft die voor jou? Satijn. Vampierrood. Ja, in het Engels klinkt het wel iets leuker. Wat? Set in Vampire Red. Oké, keihard. Keihard. We zijn er een mond vandaag, hè? Satijn vampierrood. Ja, die geeft eigenlijk ook nog mijn auto mee, maar huidje. Oh shit, oh shit. Oh. Ja, hij gaat hem echt starten. Zo is Daniel, hij duwt die stoel naar achter. Hij gaat zitten. Ik wil minstens op zijn minst een donutje zien hier. Oei, oei, oei. Oké, daar gaat hij. Zeker. Hij is wel echt dik, man. Hij doet wel wat gevraagd, hoor. Mag hij een donut doen? Ja. Ik heb net een donut gegeten. Ja, klopt. Hij heeft net een donut gehad. Hij heeft echt net een donut gegeten in de auto, ja. We houden het netjes, dames en heren. Dat gaan we uiteraard niet doen. Maar we gaan wel even zwemmen. Jesse, sowieso shout-out naar hem voor de invite. Ik ben heel erg benieuwd. Heb je zin in een kipsaté of niet, Jesse? Wat? Een kipsaté. Blijkbaar heb je er zin in. Oh, wacht even. Ik word nu al moe van jullie. Maar oppas dat je niet op de kip staat. Oh, nog een keer. Ja, oeh. Nog een keer. 1, 2. Ah, oh, jammer man. Tennisbal? Ja. Ik hoop niet dat hij op mij komt. 1, 2. Ik schrok echt. Ik dacht, dat zul je net zien. Daniel, wil je met tennisbal? Wil je met tennisbal of met een... Oké. Ik ben echt heel bang nu. Pas op hoor, Sam. Pas op voor je camera. Ik doe eerst wel die zachte, ja? Ik doe eerst wel die zachte. 1, 2. Ja. Oei, oké, komt hij. Ja, nu met de tennisbal. Alsjeblieft, Daniel, spaar mij. Ja, wel daarheen. 1, 2. Wow, zo, gast. Wat? Hij is ook snel, die gast. Dat is niet normaal. Zullen we nu allemaal gaan, snel? Wij gaan zwemmen. Ja, man. Alles goed? Hey, jazeker. En zo. Joachim. Yo. Hi. Joachim? Yes. Nice, Joachim. Yo, maat. Hoe is het? Goed, man. Oh, yo, je hebt een goed baardje, gast. Ja man, ja, ziet er clean uit. Ja, zeker. Nice, ik heb je gemist man. Ik heb je ook al erg lang niet meer gezien. Ja. Ik heb weer op wisselspotten met Daniel. Ja, kan jij verder? Hij kent geen nummers. Nee, hij is Ed Sheeran. Oké, let's go. We gaan dames en heren. Ik heb er zin in. Kijk hoe aan, bro. No way, ben jij dat? Ja man. What? What? Hier, 22 augustus 2016. Dan ben ik met hem. Holy shit. What? Dit is sick. Zo dames en heren, het gaat beginnen. We zitten lekker op een stoeltje hier binnen. We krijgen een uitleg over hoe dit werkt. Ik heb dit wel een keertje eerder gedaan. Volgens mij zelfs 3 of 4 keer eerder. Maar deze schijnt next level te zijn. En met next level dingen hoort altijd een uitleg. Er hoort altijd bepaalde veiligheid. Ik zie deze keer ook wel een soort van, ja, wat zijn er van die waterpolo helmpjes of zo? Harnas zie ik als de vorige keer. Maar voor de rest, we gaan het horen.
Het is belangrijk dat we als eerste van de Easy afgaan. Want als we de Easy hebben gedaan, dan krijgen we een bandje. En dat bandje moeten we verdienen. Dat is een oranje bandje. En daarmee mogen we dan naar het volgende level. En dat is 2, 3 of 4. Yes, zoals in het filmpje net zichtbaar was, hebben we 2 glijhoudingen. Of in ieder geval 1 lichthouding. Je gaat liggen. En je kunt ervoor kiezen om je handen vast te pakken en je zorgt dat je schouders in een hoek van 90 graden met je ellebogen zijn. Handen vast, mogen plat, wat je zelf fijn op vindt. Zorg dat je hoofd strak hebt. Doe je dat niet, kun je dus met je neus of kin op de baan komen. Dat is niet fijn. Wat hebben jullie zelf gezien? Wat ga jij doen? Of je doet het, hè? Hoi, 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 hoi. Kijk eens eventjes hoe stijl dit is. I do it! I do it! Got it! Got it! Oh, die zag je niet aankomen. Nou, daar gaan we, dames en heren, met de trap omhoog. Zo, dit is wel een eindje, hoor. Maar wat begreep ik nou goed van jou? Deze meest steile, die is het makkelijkst? Ik snap het niet helemaal. Ik vind die het makkelijkste om gewoon recht op je voeten te komen. Ja, maar jij bent natuurlijk next level freerunner parkour guy. Dus jij kan flips en dingen heel makkelijk. Dus alles is voor jou makkelijk. Ja, maar ik denk ook, zeg maar, als je gewoon zonder salto er vanaf gaat en gewoon op je voeten wil komen, want daar kan je echt heel hard naar voren. Ja. Dus met die versnelling naar voren is het moeilijk om jezelf te corrigeren in de lucht. Vind ik persoonlijk. Oké. Okay. Misschien is het anders voor jullie. Wat ga jij als eerste doen? Ik denk dat wij meteen van de stijlen gaan. Van de stijlen? Ja, dat is goed. Dan gaan we eerst kijken hoe Jesse het doet. Ja? Ik ben benieuwd, tuurlijk. Waarom niet? Kan je, als jij het zo goed kan. En jij hebt geen helmpje of vestie op. Oh, ja, ja, dat is eigenlijk de bedoeling. Maar omdat Jesse een professional is, hoeft hij dus niet zo'n beschermer op en zo'n helmpje. Maar als hij dit ooit gaat doen, dames en heren, ik zal het jullie wel aanraden. Het enige vervelende is het stille water. Maar... Jij bedoelt dat plasje water wat er ligt? Ja, dat is het remtje af. Oei. De bovenkant. Er ligt daar dus een plasje water en dat is een beetje op gaan hopen. Ja, dan ga je in één keer, dan ga je zeg maar zo... Ja, ben benieuwd. En, ja. Oh, daar gaat al iemand. Oh! Oh my god! Hij landde op zijn hoofd op de kop. Oké. Ga jij nu? Daar gaat hij. Ed Sheeran! Oh, hij doet meteen... Oh! Holy shit! Hij deed meteen een flip. Hij is gek, hè? Wat ga jij doen dan? Ja, ik ga niet beginnen met een flip, hoor. Nee? Wel met 2. De dubbel vooruit zal te doen met een anderhalve schroef. Ja, wacht. Als je hand omhoog doet, gaan we weer naar boven. Ja, hand omhoog betekent hekje open. Ik heb een trick request gekregen van Daniel, dus gaan we proberen. Oké, okay, en dat is? Dubbele salto met anderhalve schroef. Wat? Ja. Oké, okay, een soort van spaghetti carbonara. Lobby! Ja! Daar gaat hij. Holy shit, gast. Nou, we kunnen weer naar huis. Dat was het sickste wat je gezien vandaag. Bedankt voor het kijken naar de vlog. Oké, ga jij als eerste of ik? Jij. Ja. Jij. Zullen we gewoon ouderwets steen, pier, schaar doen? Steen, pier, steen. Steen, pier, schaar. Steen, pier, schaar. Ja! Ja! Oké, okay, succes, maat. Je kan het. Komt goed, maat. Hoe moet het ook alweer? Zo. Is zo? Zo. Jij! Oké, okay, zet hem op, maat. Ik vind dit doodeng, hè? Ja? Je hand omhoog doet, dan gaat het postje open. Ja, dankjewel. Ik was voor het postje. Ja? Oké, okay, mag je op je elleboog gaan liggen? Ja, het gaat niet zo laag. Oh, oké. Okay. Dus ik ga zo? Je ziet er echt uit als zo'n klein kindje zo. Oh, zo lief. Papa! Papa, ik ga naar beneden, ja? Ja, maar ik weet niet of dit wel een slim idee is. Nee, maar ik ga het toch echt doen? Oké. Ik ga een trucje doen. Daniel, ja. Pas op, hè, mijn kind. Oh ja, sorry, ik was even mijn zware belichte zeel kwijt. Oké, Daniel, ik geef je één taak. Ja. Kom weer levend naar boven. Ik ga mijn best doen. Maar kijk, papa, er staat daar een kabel. Straks kom ik erop met mijn nekje.
Nou, maar dan ben ik dan meteen van je af. Is goed, vaarwel papa. Oké, okay, tot doeg. In de pruime tijd. Doeg, zoon. Ik heb level 69 agility, dus het gaat goed komen. Oh, daar gaat u! Hij vond het leuk. Dus ik hoop dat ik niet dood ga. Ik hoop dat ik niet dood ga, zegt hij. Tuurlijk wel. Komt goed. Hij gaat ook... Yeah. Oh. Oh my god. Het is wel hoog, zegt hij. Oh, hij kwam vol op zijn buik. Nou, erger dan dat gaat het niet worden. Dus let's go. Hoe vond je het? Dat is geniaal. Ja? Je vliegt ver, jongen. Dat ga ik niet geloven. Ik had echt het idee dat ik over dat huisje heen ging vliegen. Echt. Als het dus fucking vet. Dat ga ik geniaal vinden. Ja, papa. Oké, mijn zoon, jij kan dit. Oké, papa. Ik wil wel dat je voorzichtig aan doet. Ja. Goed dat mama denkt. Mama? Ja. Wat zal mama tegen jou zeggen op dit moment? Mijn jongen, doe dit toch niet? Nou, ik zeg dus doe het wel. Oké, maar daarom wil ik ook graag met jou, papa. Goed zo. Ik wil nog één keer horen. Als ik zeg knol, zeg jij? Power, toch? Knol. Power. Knol. Power. Knol. Power. Let's go. Lekker! Nee, hij is zijn camera kwijt! Nee! Gast! Probeer hem één keer tussen die vuistjes te klemmen, zeg maar. Die, ja, ik doe gewoon zo. Ja, dus gewoon zo vasthouden, dan komt het goed. Kerel! Oké, ja, bij de eerste jump laat ik mijn camera los. Maar dat kwam omdat ik niet echt recht naar beneden ging, maar omdat ik op mijn zijkant. Ja, je viel op je reet. Ja, nee, op de zijkant hier, gast. Oh! Ja, ik heb exact hetzelfde hier. Dat voel je hard hoor. Ja, dus deed je zo... Ha! Ja, dus ik schrok en ik liet hem per ongeluk los. En toen dacht ik, shit, ik heb er geen dobber aan. Er gaat iemand, Pak hem! Zo. Oh, heel nice. Oké, wat er nu gaat gebeuren is dat Jesse die heeft een duikbril. En die gaat proberen om hem op te duiken bij de tweede boei. En dan 4-5 meter diep is het, maar hij zegt dat hij zo diep kan duiken. Ja, maar het is ook geen magneet. Ja, met duiken moet je ook altijd corrigeren, toch? Ja, dat is hetzelfde. Oké, ja, nu moeten wij nog van 2, 3 en 4. Heb je gezien hoe troebel het water is? Ja, dat gaat nooit lukken. Nee, dat zijn we kwijt. Zullen we nog een keer? Ja. Let's go! Ja! Nou, laten we naar 2 gaan. Dat is helemaal rechts daar. Dit is Medium. Hoppakee. Ed Sheeran gaat even laten zien hoe het moet, zonder flip. Ja, dat gaat het probleem worden, dat is zo lastig. Hij doet eigenlijk altijd flip, dus het wordt heel moeilijk om het normaal te doen. Daar gaat hij, je kan het. Go! Nou, daar gaat hij, gewoon naar beneden zonder flip. Oh ja. Oké. Oké, ik snap wat er gebeurt. Klaar voor? Ja, steenpierschaar. Oké, we doen steenpierschaar, wie verliest de eerste keer meteen al, die gaat. Ja? Ja. Goed nagedacht? Ja, zeker. Steenpierschaar. Dat ben jij. Oké. Mijn jongen, jij kan dit. Papa. Papa, ik vind deze wel erg goed. Maar je kan dat. Komt goed. Maak je vader trots, jongen. Papa. Vlieg. 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 Vlieg, mijn kind. Vlieg. Oké, papa, ik ga. 3, 2, 1. Joepie. Hij heeft er geen zin in. Ja, mijn kind! Wees bevrijd! Let's go! Hey maat, super dik man. Super dik. Maar het is echt leuk, het is eigenlijk helemaal niet eng. Nee? Jawel. Oké. Nou, let's go. Holy shit! Je vliegt hoog! Oei, yo! Dat is echt niet normaal. Je vliegt echt heel erg hoog. Maar dit is super leuk, dus we gaan weer door. Let's go! Nu we 2 hebben gehad, waarom is 3 zeg maar moeilijk? Want hij is minder stijl. Deze is eigenlijk iets minder stijl, maar hij is wel wat langer. Dus wat je zegt, je rent eigenlijk meer af doordat hij wat langer is. En 4 is eigenlijk dezelfde hoek als die hoger. Dus je gaat eigenlijk
dezelfde richting de lucht in. Maar omdat die zo kort is, heb je zoveel snelheid nog. Omdat je niet op afgrend, dat je eigenlijk supersnel de lucht kunt schieten. Dus vandaar dat die, zeg maar, dat is het verschil in heftigheid. Dus die is het makkelijkste eigenlijk om te landen, omdat ze dus geremd wordt. En wat je zegt, je gaat gewoon recht omlaag. Ja. Dat zijn eigenlijk heel netjes in het water. Dus wat gaan we doen, Daniel? Ik ga nog een keertje van de tweede. Ja? Die we net deden? Ja, die vond ik wel leuk. Dan ga ik daar nu een triple back front doen. Daniel, die gaat dus de nieuwe doen. Die gaat even kijken. Je staat er net voor. Dat is hard. Hard? Ja, hard. Ik ga hard! Oké, en ik ga deze weer doen. Wat ga je doen? Ik ga trippen voor je. Woo! Let's go! Ja! Dat is mooi. Wat? Ik wil te ver. Laten we hem omhoog. Wat? Een fijne landing. Oké, dames en heren. Uiteindelijk zijn we niet heel erg vaak van de glijbaan afgegaan. Komt omdat het echt sowieso heel erg koud is. Holy shit. Het is gewoon in het water warmer dan als je buiten het water bent. Het is echt serieus koud. Maar ik vond het wel super leuk. Het was echt heel leuk. Ondanks dat ik mijn camera kwijt ben. We gaan zeker een keertje terugkomen om het over te doen. Ja. Alleen dan dus wat warmer. 30 graden. En dan bereid ik me beter voor met camera's dat ik hem niet kwijtraak op de bodem. Maar voor de rest was het super, ja, super, super vet. Ik ga hem nu snel afdrogen, aankleden. Hoppakee, knoppen, handdoek eromheen. En klaar. Hey Jesse, dankjewel hè. Later. Ciao. Nou, we worden gewoon naar de auto gewacht. Ja, zeker. Wat een service. Zuur, hè? Oh, chondeer. Oh, dik chondeer. Oh, je hoofd. Gaat het, jongen? Zo, ik knal me een kap tegen de dag. Met de kap tegen de dag. Oh, oh ja, hier staat jouw auto, hè? Volgende halte, Volkswagen Polo. Ja, zeker. Hey, oh ja, ik moet nog kijken of die rijdt natuurlijk. Oh, ja. Heel even kijken of die rijdt. Ja, het is een beetje lullig. Sam die heeft heel veel problemen met zijn auto. Dat is echt sneu. Elke keer is er wel weer wat anders. Ik zou meteen even proberen te starten dan. Ja, kijk of dat lukt. Kijk, hij start wel, maar moet je maar kijken. Moet je maar filmen. Er zit een oranje motorlampje. Even kijken. Oh ja, ik zie het. Hier zo, dit lampje. Ja, dat betekent meestal niet goed. Nee. Maar, het gaat je wel goed. Ik wil je bedanken voor vandaag. Jou ook, jongen. Tot de volgende keer. Dat is gezellig, man. Zeker, man. Rustig gaan. Tot morgen. En zorg dat je... tot morgen. Oh ja, morgen, ja. Maar dan zeg tot morgen, Daniel. En zorg dat je kop er niet afrolt, hè. Nee. Is Sam? Ja. Morgen. Moet ik je helemaal aanstaan. Je bent niet alleen de cameraman. Oké, ik ga alvast. Ik laat je niet langer wachten, hoor. Doei! Ja, hij kan wel. Kijk dan, hij kan echt snel rennen. Dankjewel, super lief van je. Ja, tot de volgende dan. Dankjewel. Nou, laat die tas maar staan. Ja. Dan doe ik die wel in de auto. Kan jij wel lekker rijden? Nice. Alsjeblieft. Meestal vind ik het niet zo heel erg chill om in de auto te stappen. Net als denk ik de rest. Omdat het dan heel erg benauwd en warm is. Als de zon de hele tijd op de auto heeft geschenen, al helemaal als hij zwart is. Maar ik had het zo koud, oh, dat ik echt super blij ben dat alles helemaal zo lekker warm is. Heerlijk, wat leuk weer. Ik heb echt genoten. Altijd gezellig in Limburg, stelt nooit teleur. Alleen, we hebben geen fly gehad, dat is het enige. Maar voor de rest was het echt geit. Vond je het ook geit? Ik vond het geit. Zeker. Nice. Gekke geit. Gekkigheid. Let's go dan. Daniel die heeft zo lekker gereden. Echt heerlijk. We hebben er 2 uur en 15 minuten over gedaan. Waarvan we echt heel lang in de file hebben gestaan ook. Oi, 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 wat een reis. Maar check eens even wat hier staat. Hoe nice is dit? We moesten nog wat troep weggooien.
Er staat even een afzetbak. Heel nice. Het hek is open. Komt u maar. Komt u maar. Hoppakee. Recht zo die gaat. Achter de motoren. Ja, perfect. Bijna, dames en heren. Bijna. Ze gaan over 2 dagen weer met de garage bezig. En dan kan de auto, de motoren, kan allemaal in de garage. Heel erg fijn. Nice. Nou, hier zit wat oude meuk in. Maar dit is wel heel erg nice. Even zo'n afzetbakkie. Spullen erin. Weg. Is weer opgeruimd. Staat netjes. Zo. En we zijn weer thuis. Zijn we. Gaan we om 8:30 s'avonds nog even avondeten. Zo, gast. Wat een rit, hè. Hey. Hey. Zo. Ja, lekker bruin, hè. Wow. Nou, ik denk vandaag tomaatje, morgen chocolaatje. Ja, joh. Wow, je gezicht is rood. Ja, ik heb de hele dag in de tuin mee geholpen. Wow, wel goed, hoor. Wow. Je hebt bloem verkleurd, hoor. Echt? Ja. In een rood kopje. Kijk eens. Lekker avondeten. Zo, en dan ook nog satésaus met kroephoek. Nou, dan maak je me helemaal gek. Heerlijk. Zo, dames en heren. Ik ga lekker slapen. Ik heb heel erg veel zin in morgen. Want morgen wordt echt een superleuke dag. Dus hopelijk zijn jullie er dan ook bij. Ik zou zeggen, vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.